inschrijven in deze dokterspraktijk? Nou, helemaal goed. Dan wil ik als eerste eigenlijk uw gegevens even in de computer zetten, zodat we die in ieder geval alvast even op een rijtje hebben staan. Ja, dan doen we dat. Zou ik uw voornaam mogen hebben? Oké, wat een mooie naam. En uw achternaam? Oké, en hoe spel je dat? Oké, dank u wel. En wat is uw adres? Centrale huisartsenpost. Die kunt u dus vinden op de website.
website. Tijdens openingstijden van deze praktijk kunt u ons ook bereiken als er spoed is. We hebben een speciaal spoednummer. Dat wil zeggen dat u dan als eerste via de telefoon contact met ons heeft, zodat u niet in de wachtrij wordt gezet, uiteraard. Maar zoals ik al zei, dat is echt alleen in spoedgevallen dat u dat nummer kunt bellen. U kunt ook huisbezoeken van onze dokteren aanvragen. En dat is tussen 8 uur 's ochtends en 10 uur 's ochtends. Maar dat is uiteraard ook alleen als u moeilijk hier naartoe kunt komen. Of als er iets gebeurd is waardoor u niet naar de praktijk kunt komen. Ik kijk even op de computer of ik niks vergeet. Tussen 10:30 en 11 hebben we werkoverleg. En dat betekent dus dat we telefonisch alleen, dus via het spoednummer bereikbaar zijn. In noodgevallen uiteraard. Tussen 11 en 12 kunt u de assistenten bellen voor uitslagen van onderzoeken. Stel je voor, je hebt een keer bloed geprikt of er is iets anders waarvan je de uitslag wilt hebben. Dan kan je tussen 11 en 12 naar de assistenten bellen en zij zal de uitslag aan u doorgeven. Oh ja, dan hebben we ook nog herhaalrecepten. Die kunt u tegenwoordig bestellen via onze website. Dus dan hoeft u ook helemaal niet meer te bellen. Dus dat is ook heel erg makkelijk. Als u op onze website kijkt, dan zie je allemaal linkjes. En één van de linkjes is herhaalrecepten. Dus dat spreekt allemaal voor zich. Stap voor stap kunnen invullen.
beetje aan de zijkant.
bent zo over 5 minuutjes al terecht bij de assistente voor controles. Ja, dan zet ik u erin. Ja, vind ik ook. Het kan helemaal geen kwaad. Het is alleen maar goed om te weten. Nou, tot slot wil ik u verder nog even wijzen op onze website. Daar hebben we het al een klein beetje over gehad, maar op deze website staat eigenlijk ontzettend veel informatie en ook hele handige informatie en met leuke weetjes en testjes en dingetjes. Ja, testjes zoals of je een goed gewicht hebt of dat je kleurenblind bent. Het zijn allemaal hele leuke testjes om te doen. Er staat ook een gezondheidsinformatie op met betrekking tot reizen naar het buitenland in de inentingen enzovoort. Er staat een route beschrijving op de website naar deze praktijk. Ja, u bent hier gekomen, dus u zal het wel weten. Er staat ook een route beschrijving op naar de huisartsenpost. Dat is misschien wel makkelijk om toch even te checken waar precies de huisartsenpost zit. Nou, daarom zou ik dat echt eventjes gaan kijken. Stel je voor dat de nood aan de man is, dan hoef je niet eerst op te zoeken van waar zit die huisartsenpost nou eigenlijk. Er staan allemaal belangrijke telefoonnummers op onze website. Ons e-mailadres staat erop. Er staat een contactformulier op. Ik wil er wel even bij zeggen dat het contactformulier niet voor het maken van afspraken is. Het is echt belangrijk dat u de assistenten belt voor het maken van afspraken. Er staat een klachtenformulier op de website. Er staan allemaal linkjes op naar andere websites die ook hele nuttige informatie verstrekken. Dus ja, het is wel een aanrader om het eventjes allemaal.